Slaap, rijk en slaap op Gosje. Oh, wat lief. Oh, Gosje, ik zal even een handdoek op mijn schoot leggen. Dit vind ik lief. Kom maar even bij vrouwtje. Nou, maskertje op. Ja. Ik heb even in de spiegel gedaan in de hal. Maar ja, ik zie zelf bijna nou niks. Nee, geen bril op. Dus ja, het is wazig voor mij. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag de 29e maart en we leven op zondag. En het is 7 minuten over 2 in nieuwe tijd. Ja, ja. Waarom ik niet opgemaakt ben? Nou, dood eenvoudig. Ik wil nog douchen. Ja, maar ik moet mijn Rijka er nog uit. En, ja. Luie dag had ik gezegd. Nou ja, dat heb ik. Ik was vannacht trouwens heel erg vroeg naar bed. Het was 5:45 geweest. Ja, dus dan mag ik uitslapen, hè. Ja, ja. En ik vind dat ik het netjes gedaan heb. Ja. Ik heb vanochtend wel al 2 keer Rijka in de tuin gehad. Gandalf is de eerste keer niet naar buiten gegaan. Maar de tweede keer wel en die is nou ook al lang alweer binnen. En we hebben net eventjes weer liggen te stoeien, liggen te knuffelen en te doen. Dus ja, lekker gezellig hoor, met z'n drie, met de diertjes. Ja, heerlijk. Dat, nou ja, dan ga ik zo eerst Rijka uitlaten. Dan zal Gandalf ook wel weer mee gaan lopen. Nou ja, en daarna dan doen we een bakje koffie, ik zet er als we terugkomen. En dan daarna ga ik lekker onder de douche. Nou, dan hoef ik niet voor opgemaakt te worden. Nee. Dan denk ik op de hoop dat ik die dame ook mee kan krijgen. Dus ik heb, dat ze nog klein was, is het mij gelukt, maar ze is nog groter en sterker. Dus ja, we zullen het beleven hoe we dat gaan doen. Lekker douchen, lekker in het water, ja. Dus we zullen het wel beleven. Het lukt het me niet, hek pech. Ik ga er ook, ik ga niet vechten. Ik wil niet onder de krassen van haar komen. Nee, want ze plein scherpe nagels aan de voorpootjes. Dus ja, rustig aan doen. En kijk er wassen met dat antiflooienspul, ja. Kijk of dat helpt. En toch, ik kan geen vlam momenteel meer vinden, hè? Ook niet op de buikje. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg geniet van jullie dag. Het stormt hier als een raket, maar het zonnetje schijnt. Ja, dus ja, we moeten blij zijn. Ik heb nog maar 1 keer een bui gehad, dat was vanochtend vroeg. En gisteravond nog een bui gehad, maar voor de rest, ik heb niks gehoord of gezien dan alleen het zonnetje in de wind. Dus ja, wat wil je nog meer? Het zonnetje, dat maakt me eens blij. Ik kreeg een leuk, ja nee, mag ik niet laten horen, is ook zo. Nee, mag weer niet. Maar ja, oké, het is een leuk liedje. Ja, dat de zon schijnt en dat je moet lachen, et cetera. Daar gaat het om. Maar oké, ze zeggen, we spreken ons straks alweer. Ik ga ook proberen een masker te zoeken. Ik heb een komkommermasker, die wil ik even op hebben. Maar waar ik die 1, 2, 3 heb, Joost mag het weten. En anders probeer ik een andere masker. Ja, ik heb genoeg van die troep, ik gebruik het bijna nooit. Nee, omdat mijn huid goed genoeg is, vind ik. Maar ja, het is wel eens een keer lekker. Moet het even zoeken en dan merk ik het wel of ik het vinden kan. Maar het is wel lekker verfrissend, toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zie er natuurlijk nog niet eruit. Nee, ik heb lekker net gedoucht, want ik had ook nog, ja, weer iemand op visite met een hondje. Dus dat weten jullie wel weer. We hebben keurig netjes afstand gehouden, hoor. Ja. Daar hou ik me strikt aan, ook in huis. Afstand. Simpel. Jij zit daar, ik zit hier. Maar de hondjes, die hebben elkaar ook weer gezien.
Maar ik ben dus net onder de douche geweest. Maar niet alleen. Nee, er zit er nog één. Ja, mijn handenkom. Die zit te trillen. Dus die heb ik even een handenkom geslagen. Dat heeft ze keurig netjes gedaan. Heel erg lief onder de douche. Perfect. Ja. Oh, ze zit te douchelen. Oh, geweldig. Slaap, Rijke, slaap op Gosje. Oh, wat lief. Gosje, ik zal even een handdoek op mijn schoot leggen. Dit vind ik lief. Kom maar even bij vrouwtje. Hé, meisje toch. Kom maar. Och, mijn meisje toch. Och, Gosje. Hé, och, Gosje toch. Mijn wijfje, hè? Zo koud, hè? Ja. Ja, nou. Zeg maar ik ben wel lekker schoon. Ja, ik ben lekker schoon. Ja, is lekker schoon. Ja. Tieren. Allemaal spulletjes. Ja, vrouwtje gaat nog even de masker op doen. Ik denk dat de kinderen komen. Kom maar, masker nemen, vind ik hem best. Weet je dat die op is, hoor. Ja. Ik heb nou een appel. Ja, appeltje. Appeltje van oranje. Die ga ik erop doen. Lekker. Dus, hé, ja nou. Hé. Ja. Wat ben je lekker schoon. Wat ben je lekker schoon. Weer zo'n mooi hondje. Ze is zo'n mooi hondje. Ja, goeie tikkie. Hé. Ja. Maar oké, ik heb een lekker bakje koffie neergezet. Als ik die op heb, dan ga ik die masker even lekker op doen. En dat laat ik jullie wel weer even zien. Maar dan zal ik er nog wel niet uitzien hoor. Nee, nog lang niet. Nee, echt niet. Ik moet eigenlijk ook mijn haar weer paars maken. Maar ik ben... Als ik douche, ben ik kapot. Ja, een ander knapte van op. Maar ik heb nou haar dan ook gedoucht. Dus ja, eerst doe je haar. En dan moet je zorgen dat ze weer zo goed als droog komt. Maar ik had de kachel ook wel aan in de douche. Maar dat is voor haar nog te koud. Hé, jongen, is zo lekker. Hé, lekker is Katie, jongens. Ik doe wel de oogje. Lekker douchelen, meisje. Ga maar lekker douchelen. En het waait ook zo hard. Vreselijk, echt. En loopt er eentje te miauwen, dat is Eeuwen, die wil natuurlijk eten. Dus ik zal even Rijka op de bank zetten. Hé, tussen de troep. Je maakt er een dikke pan op van je. Ja, echt waar. Ja, moet je kijken hier. Een dikke pan op. Ga maar lekker slapen. Ga maar lekker slapen doen. Ga maar lekker slapen doen. Nee, moet dat maar om je blijven? Wil je zo slapen? Nou, mag hoor. Ga maar even slapen doen. Ja. Mag ik u niet eens niet die handdoek van eraf halen? Ze vindt het lekker, kennelijk. Wil de handdoek van eraf halen, maar dat mag niet. Nou, dan niet. Hou hem toch. Ja, als je maar niet stuk maakt, want zoveel grote handdoeken heb ik niet hoor. Nee, en die zijn veel duurder dan die normale handdoekjes. Ja. Potverdikkie. Ja, jij moet eten. Nou, ga je eten krijgen. Je hebt toch eten? Enkel staat niet op de grond. Nou, de grond zetten. Maak het nog even los. Hé? Zo, even losmaken. Nou, kijk er eens aan. Heb jij weer eetjes? Hé? Nou, en ik vond nog wat, want ik heb alles open gehad van mijn kaptafel. Jaren kom ik daar niet aan. Omdat, ja, je hebt zoveel troep, laat me zitten. Maar ik vond weer wat. En dat moet gemaakt worden. Want er is een naadje kapot. En ik denk dat het een beetje is waar we vroeger mee hebben gespeeld met Frodo nog, dat hij nog jong was.
Maar ik moet eerst zien hoe ik dat weer maken moet en wat voor een beest het is. En die zit helemaal binnenste buiten. Ik denk dat het een stinkdier is. Aan de staart te zien is het een stinkdier. Maar ja, dan moet je wel even binnenste weer goed krijgen. Jongen, nog en toe. En dat gaat nogal moeilijk uit zo'n heel klein stukje waar je hand in kan. Ja, daar is het stuk. Hier is het stuk. Oké. Maar ik wil zien wat voor. En daar is het stuk. Man. Ja, dat is ook een pootje. Godje dikke me. Echt. Moeilijk hoor om iets weer fatsoenlijk te krijgen. Jeetje. Wat een piel. Echt. Ja, kom op. Zo. Hè. Dan moet dat nog goed. Dat is ook een pootje. Ja, bij het pootje is het stuk. Ja. En dan kun je daar met je hand naar binnen. Kijk, en hier is je stuk. Dat moet gemaakt worden. En dan bij een seconde kun je met je hand erin. En dan kun je zo poppenkast spelen of zo. Ja, hallo. Hallo allemaal. Dag Rijka. Hallo. Hallo. Stinkertje. Ja, stinkertje. Die vond ik dus weer. Nou, leuk. Kan ik gaan maken. Ja, waarom ook niet? Maar waarom die dan helemaal zo verfrommeld? Want dat hoeft niet eens. Want het is maar een gedeelte. Dus je moet enkel die pootjes eventjes binnenste buiten zien te keren. En dan moet je erbij kunnen. Toch? Dacht ik. Ja. Nou, dat zullen we wel eens een keer zien. Ik heb hem in ieder geval weer. Ja. Nou, ik had vroeger ooit wat van een maatje gekregen. En dat, ja. Klinion, steriel. En waar dat voor is, Joost mag het weten. Het enige wat ik weet, ja, ik heb er nog drie. Het enige wat ik weet is dat hij, dat maatje van me, ooit een ongeluk heeft gehad. En even denken. Hij reed op een militaire vrachtwagen, geloof ik. En hij sprong van de laadklep af en hij sprong verkeerd. En toen was het... Auw. Niet meer op kunnen staan. Was zijn been zodanig gebroken, verbrijzeld, dat hij is geamputeerd. Bij zijn knie. Dus ja, af en toe heeft hij nog wel een kunstbeen erbij gekregen. Maar bij zijn knie, daar moet hij op steunen. Gaat het wel eens kapot. En daar had hij die dingen, meende ik, voor. Maar ik zat te denken, ja, als de nood aan de man komt, die monddoekjes, weet je wel. Al is me vernoot. Ja, je weet me nooit, hè? Nee. Dus, die heb ik ook gelijk mee naar beneden genomen. Ik vond nog weer een tube handnagelbalsem. Dus is voor je handen en je nagels. Van aloe vera. Nou, dat is een goed merk. Voor schone handen en krachtige nagels. Nou, ik heb schone handen, maar geen krachtige nagels. Dus ja. Wie weet helpt het. Ja, toch? Niet geschoten is altijd mee, zou ik zeggen. Maar ja, oké. Ik ga lekker een bakje koffie doen. Koekje erbij. En dan ga ik mijn
gezicht even doen. Met de appelmasker. En dan kom ik wel weer even retour. Ik zou zeggen, tada, doei. Nou, maskertje op. Ja. Ik even in de spiegel gedaan in de hal. Maar ja, ik zie zelf bijna nou niks. Nee, geen bril op. Dus ja, het is wazig voor mij. En nou is 3 minuten wachten en dan mag het er weer af. Dus dan moet ik weer naar boven toe om het af te spoelen. Ja. Dus dan doen we dat zo meteen even, na 3 minuten. Even mijn bril erbij. 18:54 + 3 = 55, 56, 57. Nou, met 57 minuutjes, dat moet het wezen op mijn horloge, dan is het weer goed. En dan kan ik naar boven. Ja, wat is er? Je hebt net je eten op, ja? Niet zo brullen. Dus ja, die is weer gedaan. Dus lekker verfrissend, ik voel het al, heerlijk. Lekker, lekker, lekker. En zometeen weer een vlog in elkaar zetten als ik klaar ben. Dat duurt nog wel even voordat het fatsoenlijk droog is. En van de week zal ik weer even mijn haar afmaken, laat maar zeggen. Eventjes weer paard erin. Dus ja, komt allemaal goed. Stapsgewijs, kan het niet meer in één keer. Gaat allemaal niet meer. Voorheen was ik in een uurtje met alles klaar. Ja. Er ging ook de föhn er doorheen. Nou ja, dat kan ik niet meer. Dat krijg ik al aan mijn arm van. Ja, en ik heb een oude föhn. Die heb ik ooit van een buurvrouwtje gehad vroeger. Echt vroeger, want toen bestond er ook geen internet. Geen computer. Dat bestond er nog niet eens. Heb ik dat ding van een buurvrouwtje gehad. Nou, Hanna doet dat nog steeds. Ik dacht, ja, hij is verouderd. En weet je waar ik last van heb? Dat dit ruw is. Dus dat gaan we zo meteen ook insmeren. Ja, dat is het enige wat ruw is. Bovenop valt wel mee. Dat is lekker zacht, maar het is echt dat gedeelte. En mijn vingers, dat is ruw. Nou ja, een beetje crème erop. Komt het ook weer goed. Maar eerst mijn gezicht. En nog 1 minuut, dan kan ik naar boven. En dan halen we het eraf. Ik ga me niet opmaken. Nee, morgen weer een dag. Dus ik vind het wel geregend voor vandaag. Het is zondag, ja. Lekker belangrijk. Ik ben in ieder geval wel netjes en ik heb bezoek gehad. En ja, voor de rest boeit het me nou even niet. En Frodo en Eowyn bij elkaar. Ja, ik heb nieuwe foto's. En dat heeft mijn man nog ooit gedaan. Op mijn computer, om je schermbeveiliging te hebben. Als je computer een hele tijd aanstaat, moet je je beeldscherm beveiligen, dat het niet doorbrandt. Nou, en dan heeft hij video, weet ik hoe dat heet. En als je dan daar foto's in doet, of plaatjes die je zelf gemaakt hebt, zoals ik, die doe je daar al in en dan krijg je iedere keer verschillende plaatjes te zien. Dan staat dat ding niet stil. Dan brandt hij niet door. Want dat heb ik ook een keer gehad dat hij doorbrandde en dat kwam daardoor. Nou, hij doet zijn werk, dus... Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik mag naar boven. Ik zou zeggen tot straks. Doei, doei.